Is het waar dat een slippende auto niet meer te besturen is? Op de knak anti-slipschool in Zandvoort heeft instructeur Slotenmaker met een DAF laten zien hoe men op glad wegdek een auto onder controle houdt. Eerst leert instructeur Slotenmaker het remmen in cadans, waarmee men ook op droog wegdek het snelste stilstaat. Bij het remmen op glad wegdek zullen de wielen zeer snel blokkeren en wordt de wagen onbestuurbaar. Daarom geldt bij het slippen de regel niet remmen, maar sturen. Men leert ook om bij het slippen te ontkoppelen, wat in een DAF niet nodig is, dankzij de Variomatic. Nu is er een plotseling obstakel. We moeten daarvoor naar links uitwijken en raken in een slip. Theoretisch handelt men dan als volgt. Uitwijken. Het stuur snel naar rechts. Dan meteen naar links om de dreigende tegenslip op te vangen. En zo komen we netjes recht uit de slip. Nu de praktijk. Let op de voorwielen. Uitwijken. Slippen. Tegenstuur rechts. Tegenstuur links. En recht uit de slip. Nu een obstakel, maar met een tegenligger. Uitwijken, slippen, stuur rechts, stuur links. Wagen even rechtuit houden voordat we teruggaan naar de rechterweghelft. In de praktijk ziet deze manoeuvre er als volgt uit. Herhaling. En nu goed letten op de stuurbeweging. Uitwijken, stuur rechts, links, rechtuit, terug, naar rechts, stuur links, rechts en het gevaar is achter de rug. Bij een totale wegversperring kunnen we op een glad wegdek de wagen een slip van 180 graden laten maken. Een kleine inleidende stuurbeweging, links, rechts, met de handrem de achterwielen blokkeren en uit de slip achteruit sturen. Dat ging niet helemaal goed. Bij deze manoeuvre raken we veel snelheid kwijt en botsen nu met een matig gangetje achteruit tegen het obstakel. Het risico is daardoor heel wat kleiner. Het schijnt alsof de wagen zijn eigen gang gaat, maar in feite is het de bestuurder die de wagen kan krijgen waar hij hem hebben wil. Instructeur Slotenmaker demonstreert een 360 graden slip. Een chauffeur met goede stuurtechniek hoeft niet bang te zijn voor slippen. En zelfs zeer jeugdige bestuurders kunnen een veilig slippertje maken. Vooral in een DAF-personenwagen kan men door de goede gewichtsverdeling en door de Variomatic de sliptechniek gemakkelijk leren en doelbewust toepassen.